De NS houdt een machinist uit Oudenbosch in dienst die met drank op een trein heeft bestuurd. Dat is tegen hun regels in. De machinist zou volgens collega's een alcoholprobleem hebben. Ze hebben een brief geschreven aan de NS dat ze het onverantwoord vinden dat de man in dienst kan blijven. Van de NS kreeg hij een waarschuwing en hij mag 6 maanden geen trein meer besturen. Normaal wordt een machinist met drank op per direct ontslagen. Hij zou nu werkzaam zijn op het station in Breda. Aan de telefoon Erik Trindhamer van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Trindhamer, normaal wordt iemand met drank op per direct ontslagen. Waarom kan deze man aanblijven? Nou, dat is niet het geval. Als er een met enig regelmaat worden mensen, onze medewerkers, tijdens hun werk getest op alcohol. Moeten ze blazen. En als iemand positief test, zoals in dit geval, maar ver beneden de limiet, en de eerste keer dat dit gebeurt, is dat zeker reden voor een goed gesprek tussen werkgever en werknemer. Maar hoeft dat niet te leiden tot ontslag. Deze man heeft een onberispelijke staat van dienst bij NS, is al jarenlang een goed machinist. En om die reden heeft de werkgever besloten dat het blijft bij een waarschuwing en een 6 maanden rijontzegging. Ja, u zegt dat het de eerste keer is. Deze man schijnt een probleem met drank te hebben. Medewerkers hebben zelfs nu een brief gestuurd. Die noemen het onverantwoord. Is het dan niet logisch dat u als NS zegt, deze man moet nooit meer een trein besturen? Nou, uw zin correct. Het schijnt. Kijk, als werkgever hebben wij te maken met werknemers en wij beoordelen werknemers op hun presteren tijdens het werk. Maar u bent daar niet van op de hoogte dus? Waar het om gaat is waar wij mee te maken hebben is of een werknemer tijdens zijn uren bij NS goed zijn dienst vervult. Wat daar buiten gebeurt en zeker ook als andere mensen anoniem dit melden, is niet iets waar een werkgever een oordeel over mag vellen. Maar goed, ik neem aan dat toch met treinen, dat lijkt mij toch normaal dat iemand die een alcoholprobleem heeft, dat u die extra in de gaten houdt. Met grote regelmaat wordt onaangekondigd ons personeel gevraagd om te blazen. Goed. En dat is een methode die goed werkt en dat is een methode die we ook zullen handhaven. Maar u was in ieder geval hiervan niet op de hoogte. Meneer Trindhamer, dank u wel voor uw reactie.